Ik zit erin. Ik zit. Ik moet erin. Wacht even. Wie zit hoe ik erin zit dan? Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Roblox. En vandaag zijn we nog steeds in het Roblox Point Pretpark voor jong en oud. We hebben al een aantal attracties gedaan, zoals de achtbaan en de Rapid River. En volgens mij komen nog een aantal attracties aan. Want de Flume, wat eigenlijk lijkt op een boomstamattractie, die moeten we ook nog doen. Dus ja. Ik ben benieuwd, Hessel. Je zit wel weer ja te knikken continu. Hè? Wat is er aan de hand? Nee? Ja? Nee. Nou, dan gaan we wel lekker even liggend. Gaan we naar de attractie. Ja, ik ga al zitten. Dat betekent. Oké. Okay. Nou, je ziet het wel zitten, hè? Ja, nou, ja. Nee, eigenlijk niet. Nou, ik lig in een deuk van jouw zitacties. God. Wat is weer zo'n aflevering? Ja, het wordt er weer zo. Nee, we gaan beginnen met deze. Wat is dat voor attractie? Kijk nou, ik zit helemaal... Dat gaan we nu zien. Oké, okay, druk je op de groene knop? Zo'n swing, ja. Oh, verschrikkelijk. Hij gaat ook echt helemaal niet vloeiend of zo. Hij gaat echt in delen, maar zeg maar die andere kant gaat wel vloeiend. Heb je dat gezien? Nou, bij mij gaat hij wel vloeiend hoor. Echt? Wat? Volgens mij, zoals ik met jou in een bakkie zit, gaat het niet goed. Ja, maar waarom doet hij het bij mij dan wel en bij jou ik niet? Ik weet het niet. Wow, ik wil eens even... Wow, ik werd helemaal weggeslingerd. Nee, ik zie hem nou ook haperen hoor. Ook als ik... Ga er eens uit. Hessel, het ligt gewoon aan jouw gewicht, denk ik. Ei. Kijk, want nu gaat hij wel vloeiend. Laat me eens even erin. Gaan we persoonlijk worden? Nee. Kan ik hem ook uitzetten? Of moet je gewoon wachten tot erin... Nee. Oh, je wordt helemaal weggeteleporteerd. Zie je dat? Als je dichtbij komt, dan word je gewoon helemaal weggebonjourd. Oh ja, nou, dat kan. Misschien... Wow, nee, dat gaat niet meer lukken. Nou, dan gaan we snel door naar de volgende attractie, die wel werkt. Nou, deze werkte ook in principe wel. In dat geval slaan we het schommelschip over. Ik bedoel... Ja? Waarom? Nou... Ben ik ergens langs gelopen waar ik niet heb gezien dan? Nou, momenteel lijkt het schommelschip Schipbreuk. Oh! Oké dan. Kijk ernaar. Oh mijn god. Dat was het schommelschip, ahoy, geloof piraatjes. Ik. Geniaal, hij is gewoon afgekukeld. Nou, is maar goed maar dat maar we... Nou. Geniaal. Arr, kapitein. Arr, ik zit erin. Dit is een mooi bootje hoor, dit. Het is een goed Arr. Schommelbootje. Ik ga helemaal bovenin zitten als het lukt. Kijk eens even. Dit is wel een toffe attractie. Waarschijnlijk is gewoon af, decor. Nou, dat is wel apart, die koor. We gaan hier naar een hangende achtbaan en die gaat net vertrekken helaas. De Phaeton. Phaeton, met een skeletje. Klinkt als de Python. Ja, is dat zo? Nou, het klinkt als een duivelse hangattractie. Ik weet niet waarom. Ik zal eens even op de knopje drukken. Spant er al een nieuw karretje? Of moet dan echt serieus gaan wachten? Oh mijn god, zit er al iemand in dan? Nee. Oh, nou, ik zie wel een groene knopje, maar... Ja, ik probeer ook nog te klikken, maar volgens mij moeten we gewoon heel lang wachten. En dan als het goed is, komt dadelijk het karretje en dan kunnen wij erin zitten. Oei. Kijk, Hessel, er zit gewoon iemand in, hè? Zie je wel? Oh. Er zat iemand flink te... Hessel, kijk uit. Ik zit erin. Ik moet erin. Wacht even. Hoe zit ik erin dan? Hoe kom ik... Goh, nee, dan meen je dit. Ik lig onder het karretje. Ik zie het, ja. Ik ga proberen om er nog in te komen. Gaat het lukken? Gaat het mij lukken? Ja, dat moet lukken. Moet lukken. Oké, en... Ja, nee! Ja. Oké, ik zit er wel in, maar niet helemaal vooraan. Ik zit op de meest aparte manier ooit in. Wacht, ik ga proberen. Ga ik vooraan? Lukt dat? Ik ga het nu proberen ook. Het is gewoon een uitdaging. Ja, oké. Okay. Dit is wel een stunt, hoor. Hè, vind je niet? Ik was echt flink aan het stunten. Ik had zoiets van, ga ik dit halen, maar het is gewoon... Nou, ik vind mijn stunt veel aparter. Ja, hoe kom je daar? Want eerst lag je helemaal... Kijk dan, joh. Eerst lag je met je benen. Ik lag en... Toen kwam de karretje voorbij, toen werd ik er automatisch in gezet. Heerlijk. Nou, geniet van de rit, hè. Zolang je gewoon hopelijk genoeg ziet. En hou je goed vast aan de onderkant. Oh, het gaat weer schommelen. Ja, er zit hier zo'n hendel, kan ik maar vasthouden. Het gaat weer schommelen. We zien weer helemaal niks van de rit dadelijk. Oh, ik wel. Hoppakee. Oh. Ja, hij hapert weer als een gek. Ik weet niet wat het is. Dat is gewoon altijd in die achtbanen waar ik in ga. Het gaat helemaal... Ja, maar ik heb nergens last van. Ik weet echt niet hoe het komt. Is dat niet omdat jij host of zo? Nee, toch? Het is toch gewoon een park? Gewoon het host toch is wel. Nee, dat zou dan niet moeten. Nee, joh. Jij host toch geen... Ik weet het niet. Nee, ik ben gewoon... Ja, het is zo. Ik ben dan een... En ik ben dan een, de partyleader. Jij bent de partyleader. Misschien als je... Ja, ik weet niet of ze uit de party gaan of het dan beter gaat. Ik weet het niet. Ze heeft namelijk niet zo heel goed internet. Maar misschien dat het daaraan zou liggen, hoor. Dat weet ik niet. Want we zitten meestal altijd in de party natuurlijk. Ik weet niet, kan je me eruit schoppen? Wacht even. Mijn muis loopt vast. Ja, dat snap ik.
Hey Hessel, hey, leuk dat je er weer bent. Hallo, hallo. Nou, hij heeft in ieder geval de party verlaten. We gaan eens kijken of het nu beter werkt. Dit was de kabelbaan. En dat is dan, waar we eerst in de vorige aflevering wouden erin. En toen dacht ik van, nou, het duurt een beetje lang. Laten we gewoon doorlopen. Want we moeten een beetje speed erin houden. En over speed gesproken, dit is de volgende achtbaan. Een beetje een de Ferrari achtbaan, een beetje. Uit Ferrari-land. Ja, dat ziet er wel vet uit. Nee, niet uit Vrijland, maar wel uit volgens mij een ander park, dacht ik. Okay. En ook een beetje een custom station zo, of iets aan een wachtrij. Dat vind ik leuk, dat je er helemaal onderdoor gaat. Met allemaal van die oranje lichten. En hier gaan we langzaam maar zeker komen bij de achtbaan zelf. En is er ergens een knop waar we op kunnen klikken? Want ik zie de achtbaan wel staan. Ja, ik zie hem wel. Ik zie ja? Oh, kijk eens. Ja, ook zelfs een stationnetje. Dat is gaaf. Dan gaan we er even in zitten. Ja. Even wachten. Ja, we zitten en kunnen we vertrekken. De groene knop. Of we met de cam dan, of het nu beter loopt. Ja, klik eens even op de groene knop als je wilt. Oh, dan moet je natuurlijk erin. Oh, nee. Oh, jammer dit. Het loopt nu wel iets vloeiender. Ja, dat ik er niet in zit, hè. Ja, oh, dat is het natuurlijk. Door je gewicht ja, komt ik hoor het beter. Wel. Sorry, hoor. Het loopt wel goed. Jammer, nou ja, goed. Het blijft Roblox, hè. Het blijft allemaal een beetje, ja, schokkerig. Een beetje de Rollercoaster Tycoon World is dit, denk ik. Oh, hier, daar komt die uit. Hoppakee. Woehoe. Dit is wel een hele vette rit. Ik vind het een goede achtbaan. Ja, dat vind ik ook. Snel voorbij. Van wat ik heb meegekregen. Zal ik hem voor je starten? Dan kan jij even een ritje doen erin. Dat is wel zo netjes, ja? Oh, vooruit. Ga er even lekker in zitten. Oh, ja. Zo, dan zal ik even dit bedienen. Nog twee erin. Zo, ik kom even de... Oh, hij gaat gelijk automatisch. Mooi. Woehoe. Nou, dat is mooi. Hij gaat twee rondjes, geloof ik. Nou, terwijl Hessel een rondje doet. Vincent. Wat is er aan de hand? Ik sta vast. Sta je vast? Je hebt dat punt dat je daar boven op die heuvel staat. Ja? Ik sta daar stil. Oei. Kijk of ik je kan vinden, maar ik zie helemaal niks. Ik sta serieus na die lancering. Dan ga je die bocht door, dan sta je bovenaan. Oh, ik zie je. Ja, ik zie het karretje. Ja, Hessel, kan je eruit springen, dat ik je kan zien springen? Ja, ik zie wat. Ja, ik zie zo'n vlekje. Hallo, zie je mij? Ja, okay. Nee, jou zie ik nog niet. Oké, nou goed, dan gaan we naar de volgende attractie. Kan ik hem doen? Nee. Want we hebben nog genoeg te doen. Hessel, na de aflevering doen we gewoon speciaal nog een rondje voor jou extra. Oh, vooruit. Oh, dat is echt afgesproken. Oké, dan gaan we hier naar iets anders. Dit ziet eruit als een monorail. En die heet de Jurassic Flyer. Ik wil er niet echt ingaan, want het lijkt me best wel een Het is geen monorail. Oh. Je hebt het toevallig al een keer gedaan. Oh mijn god, dat is gaaf. Oké, nou, ik wil dat eigenlijk wel even proberen. Oh, maar nu ga ik heel egoïstisch, ga ik zelf erin zitten zonder op jou te wachten. Ja, nee, dus ik moet toch nog even een stukje lopen. Oké, nou, dan ga ik alvast even een rondje. Is het een soort... Oh, het is wel een achtbaan. Ik dacht een soort monorail, joh, in het begin. Nou, goed dat ik hem toch even doe. Doe me denken aan die attractie uit Plopsa. Die had ook zo'n soort van... Ja, die hebben ze nog steeds. De vleermuis heet die. De vleermuis, ja. Maar die heeft volgens mij heel veel technische problemen, dacht ik. Ik geloof het ook. Wat je eigenlijk heel best vreemd is, want het is eigenlijk best simpel. Je gaat gewoon met een karretje ga je via een spoor naar beneden. En ja, in principe hoeft het helemaal niet aangedreven te worden of er zit geen lancering in. Het is wel zo, ze hebben een lift die natuurlijk moet werken, hè? Ja, oké, dat soort dingen wel. Ja, zeker weten. En ik ben er ook weer. Oh, dat is mooi getimed, want dan kunnen we gelijk door naar de volgende attractie. Want we hebben nog best wel wat te doen. Ik zie de linkste achtbaan hebben gedaan, die speed. Dat is die grote rode. En wat hebben we nog meer? Ik zie een zweefmolen, zie ik hier links. Dit ziet eruit als een minigolfmap daar in de verte, zie je dat? Met al die heuveltjes. Oh, dat is de Flume. Oké, die gaan we dadelijk doen. Oh, nou, dan doen we die straks. Wat is dit voor een attractie? Dit is een... Ja, een zweefmolen. Nou, sorry. Ga maar zitten, Hessel. Ga maar zitten. Zit je? Ja, daar gaan we. Ik wou weer klikken voor de geheim, maar... Oké, daar gaan we. Ik zal weer Point of View doen. Kijk, dit gaat wel lekker vloeiend. Hessel, het komt echt... Oh, dit dan weer niet bij mij. Oh, dit schopt als het maar kan. Raar, bij mij loopt het wel weer heel soepel. Nou, ik vind het wel vet. We gaan ook... Zie je ook die oranje baan lopen van die monorail? Ja, die gaat er omheen. Dat is wel leuk. Ja, dat is wel leuk bedacht. Maar ik word wel een beetje... Zo... Wanneer stopt dit? We zijn al bovenaan. Oh, echt waar? Oh, hij ging naar boven toe. Oh, gaaf. Ja, wat dacht jij dan wat hij ging doen? Ja, nou ja, ik dacht hij blijft gewoon in het midden staan of zo. Ja, nee, en daar gebouwen ze zo'n enorme paal? Ja, nee, je hebt gelijk. Sorry. Ja, jongen. Ik ben gewoon... Ja, maar ik ben er niet bij met mijn hoofd. Ik ben helemaal... Ik word kotsmisselijk, Hessel. Ik ben helemaal in de war in mijn hoofd. Kunnen we eruit? Ja, maar dit,
Nou, deze attractie hebben we ook gedaan toen op de kermis in Leiden, weet je nog? Ja, in Leiden. En weet je nog met die regen? Oh. Ja, het groot, jongens en meisjes. Ja, met die agro was dan wat ergste. Oh. Ongelooflijk. Het goot echt ontzettend hard. Maar het was wel heel leuk. Gaan we naar beneden, hè? Ja, we gaan heel langzaam naar beneden. Heel langzaam. Nou, volgens mij echt... We kunnen ook sneller gaan, hoor. Kijk maar. Ja? Gewoon eruit springen, ja. Goh, hij krijgt een opdonder. Kijk dan. Hij krijgt een opdonder. Nou, dan gaan we in ieder geval naar de volgende attractie. En dat is geloof ik die Flume. Ja, de Flume. Rechtdoor. Ik wil in de Flume, Hessel. Flume. En die witte achtbaan was trouwens ook echt een hele grote achtbaan. Want die gaat echt helemaal door het park heen. Dit is dan de Flume attractie. En ik vind het sowieso heel tof dat ze zeg maar... Oh, helemaal onder water ook. Ja, ik zit voor. Oh, ik wil voor, Hessel. Nee, maar dat is goed voor de point of view, hè, natuurlijk, hè. Voor de opnames, Ja. Het ziet er heel mooi uit. Ik hoor het alweer. Maar ik vind het heel leuk dat ze een park hebben met zeg maar een Rapid River en dan ook nog eens een Lochflume erin, oftewel een boomstamattractie. Klinkt ook heel stom hè, in het Nederlands, een boomstamattractie. Boomstam. Ja, maar 9 van de 10 keer zijn het ook gethematiseerd naar boomstammetjes. Ja, dat wel ja. Het is toch een Lochflume. En dan, het zegt het ook hè, een loch is een boomstam. Boomstronk hè, ja. Een stronkie. Ja. En wat krijgen we nu? We krijgen een soort achtbaanrails, dat is dan waarschijnlijk de optakeling. En denk dan hebben we nog een stukje dark ride, want het is helemaal donker. Oeh. Oh mijn hemel, ik zie helemaal niks meer. Ik zeg trouwens vaak, oh mijn hemel, dat is me opgevallen. Vincent, is dat jouw hand op mijn buik? Nee. Ik heb mijn hand op mijn schoot. Oh. Voel je het? Nee. Ik zie, daar gaan we naar beneden. Woehoe! Oh. Zo! Geen plons. Terwijl we wel met 150 kilo in het wagentje zitten natuurlijk. Nou, dat is waarvan de 120 van jou natuurlijk. Hey! En wat is er? Ja, kijk maar in de spiegel. Nee, ik kan niet kijken, want we zitten in een attractie. Maar ik ga het zo proberen. En ik kijk nu in de spiegel. Ja, ik zie... Oh, ik ja, dit is één brok spieren, hè? Dat ja, beetje. Oh, spierenbundel, meneer. Het is weer spierenbundel, meneer. Wat is hier trouwens? Is dit van de teaming van de attractie? Oh, ja. Ja? Kijk, hier kan je ook over een Lochflume heen lopen. Oh, huh? Oké, okay. Was een onzichtbaar in het begin. Zo, we kunnen over de Lochflume. En nou weer terug. En dan stap ik zo in het bootje. Ja, dan ga je dan maar een keer. Nee, ik ga niet nog een keer. Ik ga eruit. Ik ben nat genoeg vandaag. Wat hebben we nog meer? We zijn er doorheen volgens mij. Ja, hebben we het gehad. Oh, ja, dan zijn we hier. We zijn weer bij het begin. Ja. Nou, en dat zonder souvenirtjes te hebben gekocht. Nou, ik zie hier nog een winkeltje. We kunnen even kijken. Ja, die was leeg volgens mij, dat winkeltje. Hebben we nou alles gehad? De Sphinx, ja, helemaal leeg gekocht. De Windseeker. Wat was de Windseeker trouwens? Dat was dat ding waar we net in zaten. Dat hele langzame ding, ja. Nee, we hebben alle attracties gedaan. Maar het leuke is, wat ben je daar aan het doen, Hessel? Wat zie je daar binnen? Lekker taarten sminkelen. Ja, natuurlijk. Weer smikkelen van die taarten. En jij maar denken, waarom er al die spieren... Oh, daarvan heb je die spieren. Ja, dat is een soort van gezond. Ja hoor. Nee, dit was het park. Ik wil aan jullie wat vragen. Hebben jullie een leuk pretpark wat we echt verplicht moeten bezoeken? Dat je denkt van, nou, dat is echt een heel mooi park. Laat het weten met een linkje in de beschrijving. Of anders de naam van de attracties dat wij, of van het park, de naam zodat wij het kunnen invullen in de searchbalk. En dan kunnen wij het gaan bezoeken en dan nemen we het op. En dan, wie weet, zijn we volgende keer met andere mensen. Maar sowieso altijd met Hessel, gezellig Hessel. Even ja, onze natuurlijk. Kont schuren. Even onze kont schuren weer. Ja. Nou, ik vond het een leuk park. Ik weet niet wat hier in het begin is, want dat hebben we eigenlijk nog niet echt laten zien. Een soort Jurassic Park gebouw lijkt dat wel. Echt, hè? Roblox Point daar. Ja, inderdaad. Het is zo'n grote poort. En, maar wat hebben ze daar eigenlijk? Ik heb er nog niet gekeken. Volgens mij was daar de parkeerplaats. Oké, en ik zie daar ook nog wat blauws. Ik weet niet wat het precies is. Ik zal er even van zitten afgaan. Niet dat we dan harder lopen, maar ik zie daar nog wat blauws. Ik wil er even gaan kijken. En weet je hoe we dat het snelst doen, Hessel? Nee. Let op. Zeg, staat dat karretje dan nog steeds boven stil, of? Oh mijn god, ja. Kijk nou. Oh, nou. Nou, ik denk dat we die attractie een keer moeten resetten als we daar nog even een rondje moeten doen. Want we moeten nog steeds even doen. Maar, ja, ik moet er nog steeds in. Ik weet niet wat het is, Hessel. Ik weet niet wat het is. Het ziet er heel apart uit. Er zijn ook hele foute textures door elkaar. Zie je dat? Och ja, ik zie het ook, ja. Wat, is het misschien een attractie of zo? Of een test van een attractie? Of een treintje? Een omgekeerd treintje lijkt het net. Of niet? Pakje, weet ik veel. Ja, een gondeltje. Misschien is hij wel bezig met iets. Want, en ook zwevende bomen. Maar is dit park nog in aanbouw? Wordt er nog aan gewerkt? Er worden nog wel dingen geüpdate. Dus
Dat is wel gaaf. Ja, dat er gebeurt, misschien over, er gebeurt nog veel. Dat over 6 maandjes terugkomen en hebben misschien wel een nieuwe attractie. Maar ik vind het wel gigantisch mooi. En daarom bezoeken we graag zulke parken. Laat vooral even een duimpje achter. En Hessel, bedankt ook weer voor het meespelen van Roblox Point, heet het. En, Roblox Point. Ja, nou, het is meer Roblox liggen. Lichtpoint. Lichtpoint. Nou. Ja, ik ben een lichtpuntje. Oh, hij doet het weer. Ja, wat doet hij? Dagbaan. Oh, dagbaan. Kijk. Huh? Ja, en nu doet hij het. Hoe kan dat nou? Ja, er heeft iemand hem natuurlijk gereset. Oké, apart. Dat hij dan niet helemaal span naar het begin. Maar oké, dat was heel toevallig. Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Roblox. Wij gaan nog even een tochtje doen in die achtbaan. En tot de volgende keer. Doei doei. Doei doei.